Nou, wanneer de plank valt, dan gaat iedereen volle bak naar beneden. Schouder aan schouder, elleboog aan elleboog. Het is ongeveer 20-30 percentage naar beneden, stijl. Dus onderaan de startheuvel, als we 8 meter naar beneden zijn gegaan, dan zitten we op een kilometertje op 60 per uur. Dus het gaat best wel hard. Uit met 3 sprongen waarbij de laatste sprong over de damesbocht heen is. Je hangt in de lucht en je ziet eigenlijk dat de bocht onder je van de dames rechtsaf gaat en jij moet daar overheen. Dat is een gat van pak een beetje 11 meter. Ik fiets hier graag. Het is best een technische baan. Er ligt veel bult in, weinig trappen. Daar hou ik eigenlijk wel van. Ja, ik vind deze baan heel leuk en hij ligt me wel. Kijk, je moet je voorstellen na ongeveer 20 seconden begin je te verzuren. Het baanrecord op deze baan is 36-2. Dat betekent dat je eigenlijk al ruim 16 seconden in de verzuring zit. En dat is geen pretje natuurlijk. Toen ben ik midweeks geopereerd op een woensdag, dus dat is zeg maar 4,5 week geleden sinds de operatie. Ik had vorig jaar september beide sleutelbenen gebroken, dus ze moesten eerst wat oud plaatwerk verwijderen om wat nieuw plaatwerk te kunnen plaatsen. Een polsbreuk en dan houdt het eigenlijk wat breuken betreft wel op. En in aanloop naar Londen ben ik toen in Amerika bij de eerste wereldbeker gevallen. Heb ik toen een week op de intensive care gelegen in San Diego in het ziekenhuis. Waarvan 3 dagen in een kunstmatige coma. Dat is eigenlijk tot nog toe wel mijn heftigste blessure. Op mijn sleutelbeen na ben ik fysiek gezien gewoon in orde en klaar voor Rio. Ja, bij mij valt het gelukkig nog mee. Ik heb dan vorig jaar mijn knie verdraaid en daarmee mijn kruisband beschadigd. Ik heb een keer mijn pols gebroken, beide pols een keer gebroken. En verder kneuzingen en zo. Maar er zijn mensen die wel meerdere blessures hebben gehad dan ik. Ik heb in principe aan alle eisen voldaan. Nou hebben we 2 plekken op dit moment voor de dames in Rio. De eerste gaat op basis van punten. En ik sta op dit moment best wel ver voor. Volgens mij is het zo, als ik meedoe op het WK en ik haal maar 1 punt, dan ben ik al zeker. Vorig seizoen, toen het kwalificatietraject begon, redelijk snel kunnen kwalificeren. We hebben op dit moment 3 startbewijzen bij de heren. En dat blijft ook zo. En er zijn op dit moment ook 3 jongens die aan die eisen hebben voldaan. Dus dan is het in principe heel simpel in te vullen. Er zijn 4 jongens die op scherp staan wat dat betreft, die bijna aan die eisen hebben voldaan. Dus die zullen er alles aan doen om daaraan te gaan voldoen. Dan kan het nog wel eens een heet weekje worden, zeg maar, in Colombia. Mijn doel is een finale plek. Dat is enigszins een veilig doel, omdat ik niet wil roepen dat ik met een medaille terug ga komen. Dus als jij die finale haalt, dan betekent dat je gewoon medaillekandidaat bent. Dat is voor mij een heel mooi doel om met die gedachte naar Rio af te reizen. Nou, ik ben in vorm. Het duurt nog wel meer dan 2 maanden. Het is nou eenmaal momentopname en het blijft BMX, dus alles kan er gebeuren. Maar in principe ga ik wel weer voor het podium.